Hij is van de Brandy Melville en ik vind hem super leuk. Goedemorgen, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Vlogmas. We zijn alweer aangekomen bij dag 4 van Vlogmas. Ik heb het tot nu toe nog volgehouden, maar ja, ik moet zeggen, hiervoor is een weekendvlog online gekomen. Dus dan hoef ik natuurlijk minder te editen, of tenminste heb ik 2 dagen om te editen. Dus eigenlijk mag ik nog niks zeggen. Vanaf vandaag ga ik gewoon weer lekker elke dag vloggen tot vrijdag. En ik ben net wakker. Ik ben pittig ziek eigenlijk. Nou ja, ik ben wel ziek, want ik heb ook echt hoofdpijn en alles zit verstopt en... Dus dat. Maar ja, ik lig nu nog in bed en ik ben de Vlogmas van Sabrina aan het kijken. Vlogmas te zien en ik weet dat ik nu echt niet alle mensen kan volgen, want het wordt gewoon te veel. Same. Maar ik denk dat ik ook echt later in dit jaar met... Ik vind het echt super leuk om Vlogmas te kijken. Ik vind het heel erg leuk van Sabrina en bijvoorbeeld Leonie. Omdat het natuurlijk vriendinnen van mij zijn. Ik vind het dan super leuk om elke dag ook weer even in hun leven te kijken. Dus die kijk ik sowieso elke dag en... Ja, er zijn superveel Vlogmas video's, maar ik kijk niet alles. Ik ga jullie nog wel eventjes een keertje een lijstje geven van de leuke Vlogmas dingen die ik kijk. Dus dat. Maar in ieder geval, ik lig nu dus nog in bed. Een beetje gewoon te chillen, want ja, ik voel me niet zo lekker, dus ja. Maar vanmiddag ga ik wel wat doen, want vanmiddag gaan mama en ik naar de stad, naar Amsterdam. Ik ben echt heel benieuwd hoe ik dat ga trekken nu op dit moment. Want, ik moet even, want... ik moet even een outfitje scoren voor mijn concert volgende week bij Fontys. En vandaag kan dat. En anders heb ik misschien weer geen tijd meer. Of moet ik dat les binnen doen. En daar heb ik niet zoveel zin in. Dus vandaar. Oh, mijn neus is helemaal verstopt. Maar goed, ik ga jullie nu even verlaten van dit lelijke beeld. En dan ben ik zo bij jullie terug. Weet je wat ik anders doe? Ik zet in de beschrijving een lijstje met alle mensen die ik nu volg tijdens Vlogmas. Dan kunnen jullie misschien even kijken of jullie dat ook leuk vinden. Ik ben trouwens ook wel heel erg benieuwd wie jullie allemaal volgen tijdens Vlogmas. Zet dat ook eventjes in de reacties. Oh, en ik kan echt niet meer naar mezelf kijken, want dit licht is ook echt verschrikkelijk. Want nu heb je echt mijn laptop licht. En oh, het ziet er niet uit. Nou, ik ben weer weg. I don't know. Ik ga nu in ieder geval even mijn make-up doen. Ik heb hieronder nu mijn spiegel staan die ik heb gekregen. Omdat die op die kast maakte die nu een beetje krassen tegen de muur. Dus ik moest hem even op de grond zetten. Maar ik kan hem nu wel gewoon gebruiken, hè. Even de stekker erin doen. Ja. Alleen hij zit nu wel iets lager. Dus ik moet wel een beetje zo zitten. Dus jullie kunnen het niet echt zien. Maar goed. Kijk, ja, ik zal het even laten zien. Ik zit nu zo. Hij is trouwens ook een beetje vies. Moet hem nog even schoonmaken. Maar goed. Ik ga dus even mijn make-up doen. Ik zal ergens in deze Vlogmas reeks nog wel een keer goed laten zien hoe ik mijn make-up doe. Maar ik moet nu trouwens ook even een beetje opschieten. Dus dat ga ik nu even doen. Ik zal heel even mijn outfit van vandaag laten zien. Dit is trouwens mijn make-up look. Deze lipkleur is dus ook van Maybelline. Gigi Hadid. En holy shit, echt elke kleur van die lip, van die liplijn is zo mooi. En überhaupt gewoon de make-up die ze heeft uitgebracht is echt pretty as fuck. Zo, oké, mijn outfit. Ik ben eigenlijk all black vandaag. Ik heb deze kooltrui aan van de Zara. Deze riem is van de Primark. Deze broek is van de Topshop. En schoenen ga ik denk ik voor mijn Dr. Martens. Ja, dit is mijn outfit. Superleuk. Oh, ik ben echt helemaal obsessed met mijn make-up weer. Echt, sorry, het spijt me. I mean, hoe mooi is deze lipkleur? I can't. Het is echt zo mooi. Ik heb trouwens echt wel zin om naar de stad te gaan. Ik ben wel helemaal verstopt, dus ik ga er zo even 2 aspirintjes in knallen. Maar... komt goed, ik heb er wel zin in. Ik zit toch wel heel erg te twijfelen of ik ze aan moet doen, want ik ga er nu wel echt een hele dag op lopen. Ik denk toch dat ik andere schoenen ga aan, omdat ik wil niet het risico lopen dat ik straks met superveel pijn aan mijn voeten door de stad moet lopen, want dat is echt super irritant. Oké, mama en ik zijn in de stad. En we zijn nu in de Primark even wat cadeautjes scoren. En ik ben op zoek naar een goede feestout. Nee, hoe heet dat? Een goede outfit voor mijn concert. Maar dat is nog best wel lastig. Maar dat komt goed. En nu gaan we even naar de interieurafdeling. Helemaal top. Check even al deze bekers. Al die mokken. I love it. Echt geweldig.
Even just saying, maar hoe mooi is het uitzicht vanaf de Primark over Amsterdam? Het is toch helemaal mooi dit? Kassa 9, alstublieft. Nee, hè? Ik heb super leuke cadeautjes weten scoren in de Primark, dus dat is top. Gaan we met de lift? Ja, we kunnen ook alle roltrap, maar dan moet je elke keer zo eromheen. Dat is super vervelend. Maar iets voor kinderen, mam? Maar ze koop. Kom, oké. Okay. Ik heb dus echt super geweldige dingen bij de Topshop gekocht. Maar ik doe thuis wel even een shoplogje. Ik heb de hele tijd het winkelen echt zo geen tijd om te filmen. Ik ben alleen maar bezig met wat ik neem en wat ik niet neem. En wat past en wat niet past. Maar goed, oké. Okay. In ieder geval, ik wilde even iets grappigs vertellen. Wij zitten nu lekker bij de Mac. Mm. En ik heb trouwens een vegetarische burger. En het is echt super lekker. Het is echt heel lekker. Maar in ieder geval, we zitten nu bij de Mac en we stonden net beneden. Oh, daar komen ze. Ik kan het filmen. Ik kan het niet meer vertellen. Ik vertel het later wel. Oh, die hebben we wel. Nou, we zagen dus net een stel beneden en hij staat daar. Dus ik moet even oppassen. En die hebben gewoon precies hetzelfde aan. Gewoon allebei groene jassen, groene broek en bruine schoenen. Het kan echt niet. Jullie hadden er echt bij moeten zijn. Want mama, oh, ik ging helemaal stuk. Wordt door me heen geluld. Dit is een vlog. Zeg dat nou niet, dan komt hij straks nog binnen. Oh. Nou, we zijn weer thuis. Ik vind het echt serieus super knap hoe mensen kunnen vloggen tijdens het shoppen. Dat is voor mij onmogelijk. In elke winkel zei ik, ik moet zo echt even vloggen. Niet gelukt. Super moeilijk. Maar dit is de buit van vandaag. Het is echt heel erg eigenlijk. Ik heb echt best wel veel gekocht. Ik ga zo meteen boven even een shoplogje voor jullie doen. Ik heb namelijk echt super veel super leuke dingen gekocht. Dus ik ga het jullie boven zo meteen even laten zien. Ik denk dat ik eerst even ga eten en dan zal ik zo meteen even een shoplogje doen. Zo, kijk eens even hoe handig deze lamp is. Ik heb gelijk leuk filmlicht. Ligt het aan mij of lijkt het een beetje Miranda Sings? Ik weet nou niet of ik nou... Zal ik die lippenstift anders gewoon even afhalen? Volgens mij is dat het gewoon... Het is gewoon even niet meer te doen. Ik ga even een shoplogje doen van vandaag. Als eerste de trui die ik aan heb. Deze. Hij is van de Brandy Melville. En ik vind hem super leuk. Er staat New York op, want ja... Ik ga naar New York. Nee, ja, maar daar niet alleen. Hij is gewoon echt super leuk. Ik vond hem een beetje een vintage look geven en... I don't know, gewoon een apart modelletje wat ik nog niet heb. Dus ik dacht, ja, leuk. Hij was wel erg duur. Ik vind het een beetje overpriced. Hij was namelijk €43. Dan, Topshop. Sorry, maar ik ga heel eventjes de tijd nemen in deze vlog om eventjes mijn meest positieve gedachten over de Topshop uit te spreken. Want wat word je daar ongelooflijk goed geholpen. Ik was dus in Amsterdam en... dan kom je daar bij de pashokjes en dan komt er zo'n Engelse meid, vrouw, wat is het? Vrouw, en die nam me dan mee naar die stylistruimte. Ik weet niet of iemand van jullie daar ooit is geweest. En dan komt ze helemaal in je pashokje kijken of de maten goed zijn. En dan helpt ze je. En als je een andere maat nodig hebt, gaat ze die voor je halen. En het was zo'n lieve meid. En dan zit ze helemaal, oh girl, it looks so good on you, bla bla. En dat is gewoon zo chill. En je wordt gewoon zo goed geholpen daar. En zo vriendelijk personeel. En daar wil ik echt eventjes mijn duimpjes voor omhoog doen. Topshop, echt, die krijgt echt een dikke duim van mij. Dat, alleen daarom zou ik al vaker wat bij hun kopen. Omdat het is zo'n goede winkel. Je wordt zo goed geholpen. Echt, dat zouden ze echt bij meer winkels moeten hebben. Want godsamme, dat personeel bij de meeste winkels, die hebben er echt geen zin in. En dan denk ik, ja, ik snap het. Als het werk is ook niet leuk. Maar bij haar had je dat echt totaal niet. Volgens mij deed zij haar werk echt met plezier. Dat weet ik echt bijna zeker. Ik ga nu laten zien wat ik heb gekocht. Want ik denk dat jullie dat leuker vinden. Als eerste heb ik een mom jeans gekocht. Bij de Topshop, want daar was ik naar op zoek. En deze zat gewoon heel erg mooi en goede lengte. En hij was heel high waist, want dat is wel waar ik naar zocht. Ik wilde er echt eentje die boven mijn navel komt. En dat komt deze. Dus dit is helemaal top. Het is de Mom High Waist Jeans in lengte 30. Want ik ben pretty klein. Dus ja, helemaal blij mee. En deze was €55. Maar ik heb een studentenkaart, dus ik heb bij alles 10% korting gekregen. En dan heb ik dus echt nog iets super, super tofs bij de Topshop. Ik ga niet meer praten. Dan heb ik nog echt iets super tofs bij de Topshop gehaald. Dat is namelijk skikleding. Want dat hebben ze tegenwoordig bij de Topshop. Ik wist dat helemaal niet, totdat ik op Zalando ging kijken. En
opeens langs ski kleding van de Topshop kwam. En ik wilde al echt super graag al, eigenlijk al 2 jaar lang ook nog een nieuwe skibroek erbij. Want ik heb nu altijd een zwarte skibroek, dat is heel erg leuk. Maar ik ben iemand die gewoon ook een keer wat anders wil. Dus ik heb een nieuwe skibroek gekocht bij de Topshop. En hij zit zo geweldig. Ik ga hem laten zien. Het is een witte skibroek. Dit is hem. Gewoon wit. Helemaal leuk. Helemaal top. Zitten bretels aan. Die kan je of groen doen of zwart. Ik hou het lekker zwart, denk ik. Ik vind groen niet zo leuk. Maar hij zit super high waist. Dat was echt hetgene waardoor ik dacht, I need this in my life. Bij een andere skibroek die ik in het zwart heb, die komt dus niet super high waist. Die komt volgens mij net onder mijn navel. Deze komt echt flink boven mijn navel. En dat vind ik zoveel chiller als ik aan het skiën ben. Deze dus, hij is gewoon helemaal wit. Hier ritsjes. Helemaal top. Je hebt zelfs achterzakken. Wat wil je nog meer? En hier heb ik uiteindelijk 80 euro voor betaald. Want hij was 100 euro. Maar er zit hier aan de zijkant zit er een heel slecht. Dat is van de fabriek. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat roze hier. Zit er dus, dat is van de stitches, zeg maar. Het komt gewoon door de fabriek. En toen heb ik dus 10% korting gekregen. En ik had sowieso 10% korting op alles. Ik weet nou eigenlijk niet hoeveel geld ik precies heb betaald voor de skibroek. Hij was 100 euro. Ik heb nog 10% korting gekregen. Door dat fabrieksdingetje. En ja, dus ik denk dat ik er 90 euro voor heb betaald. But I'm not sure. Ik weet niet of die 10% op het totaalbedrag van studentenkorting of per item. Volgens mij op totaalbedrag, dus I don't know. I'm not sure. En bij de skibroek heb ik ook nog een poelie gekocht. Dat is deze. Ik vind hem echt amazing. Het staat echt mega cool bij elkaar. Even just saying. Dus helemaal top. Super, super, super mega blij mee. En deze die was 30 euro. En dan ben ik nog naar de Bershka geweest. Ik heb 2 tasjes ervan. Omdat ik 2 keer ben geweest. Door struggles in mijn leven. Want hiervoor ging ik eigenlijk naar de stad. Ik moest een outfit hebben voor mijn concert. Mijn doel was een leuke broek. Een soort pantalonachtig iets. Met een leuke body. Die met een beetje met glitter en zilver en I don't know. Ik doe mijn zilveren glitterlaarsjes namelijk aan. Dus ik wilde gewoon, I don't know, gewoon fancy Nancy. Je weet. Dus ik heb uiteindelijk een pantalonnetje gescoord. Deze. En er zit een soort van, ja, beetje lederen look streep aan de zijkant. Super duper leuk. Het is gewoon een pantalon. Het loopt gewoon strak aan de onderkant. Helemaal leuk. 20 euro. En dan voor de body. Oh, deze vind ik echt zo leuk. Hij is zo geweldig. Voor de body heb ik deze. Zwart met allemaal zilveren pailletjes erop. Dit is een body. En de achterkant is helemaal open. Het enige is wel dat er schoudervulling in zit. En dat vind ik dus echt foei lelijk. Dus die gaan we eruit knippen. Want dat kan gelukkig gewoon. Dat vind ik namelijk heel lelijk. Maar verder is die super mooi. Dus heel erg blij mee. En deze die kostte geloof ik 25 euro. En dat is alles wat ik vandaag heb gekocht. Super blij met mijn aankopen. Echt zo blij mee. Dus ja, helemaal top. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vonden. Even in mijn vlog. Ik dacht hoe deze vlog op te vullen met een shoplog. Dus ja, ik ga nu zo meteen even huiswerk maken en alvast een deel van de vlog bewerken. Mama roept me, want ze is bezig met de huiskamer kerstig maken. En dat wil ze nu denk ik even laten zien. Dus we gaan even kijken naar de huiskamer. Einde van de les. Ach. Kijk nou, wat schattig jongens. Helemaal kerstready. Superleuk, man. Dat heb je leuk gedaan, hoor. Kijk, en daar nog. Oh. Hier. Die is leuk. Dat rendiertje. Die is echt heel leuk, man. Eigenlijk kunnen we daar, in plaats van die plant, nog een kleine kerstboom neerzetten. Een echte. Ja. Toch nog een beetje echt. Deze is nep natuurlijk. Oh my god, dit vind ik echt leuk, man. We hebben ook nog in de wc, hè? Oh ja, ook nog. Er brandt alleen geen lichtje. Nou, jawel. Kijk nou, zelfs in de wc hebben we kerst. Ja. Wat wil je nog meer?
Ik kijk dus net op mijn telefoon. En ik zie dat ik de 40.000 abonnees heb gehaald. Oh my god. Jongens, ik ben zo ontiegelijk blij. Want mijn doel is dus de 50.000 op dit moment. Dus ja, steeds een beetje dichterbij. Oh, ik ben zo super blij. Jullie hebben echt geen idee hoe geweldig ik dit vind. Het is de laatste 2 maanden zo ontzettend snel gegaan. En ik vind dat zo super fijn. Want ik werk zo hard voor YouTube. Oh, ik ben echt heel erg blij. Echt heel erg bedankt allemaal. Echt gewoon recht vanuit mijn hart heel erg bedankt. Want dit betekent echt zo'n getalletje. Kan echt superveel voor mij betekenen. Het is echt zo... Oh ja, ik ben echt heel blij. En nu ga ik heel even deze beelden allemaal importeren. Zodat ik de vlog kan bewerken. Excuse de vette lippen. Maar ik ga bij deze vlog weer afsluiten. Oh, het is hier toch weer lelijk licht. Super leuk dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlogmas. Ik hoop natuurlijk dat jullie het weer leuk vonden. Vooral even jullie duimpjes omhoog als je deze video leuk vond. En ben je nou nog niet op mij geabonneerd, doe dat dan zeker. Want ik wil graag naar die 50.000. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer.